Yes, welkom kijkers en kijkerinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boris TV. Vandaag ben ik in Drachten bij Sportschool Sirix. En we hebben niet afgesproken met één vechter, niet twee vechters, maar drie vechters. En ze zijn al bezig, dus we gaan even kijken nemen. Let's go! Finest, 45 partijen gedraaid, 4 verloren, 2 om beslist, de rest heb je 2 te winnen. Sinds een kleine jongen altijd in de gym te vinden, hard aan het trainen om de top te bereiken. Ik kom uit voor Cheery Sports, ik ben Amir, Amir Abdulat. En welkom bij mij Boris TV. Ik ben Armin Ovanishyan, beter bekend als de Wolverine. Mensen weten als ik de ring instap, dan gaat er wat gebeuren. Ik heb 8 AK-partijen gevochten, waarvan 6 gewonnen. Ik kom uit voor Cheery Sports, onder begeleiding van Nebby Cheery. En ik kom ze allemaal pakken. Welkom in mijn Warriors leven. Mijn naam is Robin, King of the Ring Cheery. Ik ben 20 jaar, train bij Cheery Sports onder leiding van mijn vader, Nebby Cheery. Ik zit momenteel in de A-klasse, ik heb 6 partijen gedraaid. 4 gewonnen, 2 verloren. Ja, er gaan nog vele komen. Ik heb er zin in om de top te bereiken. Welkom bij mijn Warriors leven. Oes. Dankjewel. Ik had een paar vraagjes over hoe is deze sportschool opgericht? De sportschool is opgericht in 2003. Toen ben ik begonnen. Blij natuurlijk, want het is toch je droom. Veel wedstrijden gedraaid en uiteindelijk heeft iedereen heeft een droom. En ja, de sportschool was toch mijn droom. En natuurlijk om daar zo goed mogelijk en ook voor mijn leden zo goed mogelijk dingen te bereiken. Sportschool heb ik opgezet met het idee om een familiesfeer te creëren. En niet zo groot, kleinschalig en warm. Wat is de achtergrond zeg maar, van jou? Achtergrond voor mij is dat ik vanaf mijn 13e al taekwondo doe. Ik heb heel veel wedstrijden gedraaid. Ik leefde meer voor wedstrijden. Ik deed bijna om de 2 weken, om de 3 weken wedstrijden. Blessures, geen blessures, ik ging naar wedstrijden. En steeds hoger en hoger klimmen. En uiteindelijk toch bij de wereldkampioenschappen geëindigd. Ik heb bij alle open wedstrijden, open gala's, zoals Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en zo. Daar heb ik alle wedstrijden heb ik wel de goud behaald, zeg maar. Dus veel wedstrijden gedraaid, veel gewonnen. Heerlijk, ja. En Robin is je zoon? Robin is mijn zoon, klopt. De rest van de vechters dan? De band is heel goed bij ons. En ze knokken tegen elkaar op. Ik heb Armin, Amir en Robin op dit moment. Want Daniel is aan het studeren. Die wil even geen wedstrijden doen. Of die kan geen wedstrijden doen. Hij heeft een goede, zware opleiding. En daar kiest hij voor. Dus ik steun hem daarin. Robin heeft de school afgemaakt. En gaat 100% voor wedstrijden. Voor kickboksen. Armin gaat 100% voor het kickboksen en Amir ook. Dus ik ben goed met ze bezig. Ze hebben trainen 6 keer per week, 1 dag rust. En dat is 's avonds. En dan hebben ze ochtendtraining ook nog. Dus dat komt over die 6 keer heen. Dus gemiddeld kleine 10 keer per week trainen ze. En dat is niet te veel voor ze? Nee. Al met al moet je alles afwerken. Het gehele plaatje als het ware, als het wat met kickboksen te maken heeft, dat moet je aanwerken. En het staat, Nebby Cheery staat echt heel erg bekend omdat er echt veel strijders vandaan komen. Dankjewel. Die echt voor gaan. Waar komt die mentaliteit zeg maar vandaan? Ik denk dat de gedrevenheid, om eerlijk te zijn, gewoon de gedrevenheid van mij. Ik heb hier heel best wel een tijd na op gewacht. Ik heb hier best wel een tijd op gewacht. Ik heb in het taekwondo veel mensen hoog gebracht, maar ook in het kickboksen. Dus de gedrevenheid van mij is toch een resultaat van mijn jongens. En ik mag eerlijk zeggen, net wat je zegt, en vind ik mooi om te horen. We staan hoog aangeschreven. Dus nu ook al, ik kan best zeggen dat we een beetje wereldbekend zijn. Die jongens nog even, als je ziet van hoe ver zijn ze verwijderd van de toppers die nou naar Abu Dhabi gaan bijvoorbeeld. En naar Dubai.
Dus dat zitten wij heel vlakbij. En hier heb ik toch voor gedroomd. En ik denk dat ik put er ook heel veel positieve energie uit. En ze groeien ook. En als je ziet van welke personen, welke ervaren jongens hun de partij winnen. En soms met een technisch KO of met een KO. Dan denk ik, we gaan de goede kant op. Ik kijk niet ver vooruit, maar ik denk in 2018. Ook bij Glorious Heroes bijvoorbeeld. Ja, misschien een Europees titelgevecht of een wereldtitelgevecht. Ja, dat zou ik wel mooi vinden, ook voor de jongens zelf. We gaan nu naar mijn sponsor toe. Dat is kapperszaak, hele kapperszaak. Ik heb daar een afspraak staan met Umer. Dat is een jongen die mij van vroeger al kent en hij sponsort mij. Dus we gaan daar nu naartoe. Wat is het voor jou? Familie, maar broertje. Broertje. Familie, maatje. Ik ken hem al sinds jongs af, man. Oké. Okay. Die is zo vaak, hij komt vaak bij zo. Hij is goed bezig. Je bent een sponsor? Ja, ik ben een sponsor, man. Dus dan gaat hij gratis altijd staan te knippen. Standaard, man. Voor de partij, zorg je dat hij fris is? Altijd. Oké. Nou, ik ben benieuwd, man. Laten we zien dan. Ik vecht 16 december tegen een pupil van Nicky Holsken, van die gym, Team Holsken. Ja, goede jongen, is wel wat ouder dan ik, maar ja, hij doet zijn ding. Ja, en ik sta tegenover hem 18 december, sorry. Ja, man, zoals voor elke partij ga ik er hard voor trainen en opnieuw mijn potentie laten zien wat ik allemaal kan. Ja, want jij voornamelijk bij Cirque spijt vaak met Robin. Arme, ze zijn allemaal oude types die jou. Ja, man. Van de jongs af aan al train ik de mensen die ouder zijn dan ik, sterker zijn dan ik, ervaren. En dat is wel iets wat mij heel goed heeft gemaakt. Het geeft mij ook het gevoel tijdens wedstrijden dat ik toch wel iets voorloop dan mijn tegenstander, omdat ik het moeilijker heb. Want je conditie is zwaar sterk. Ja, man. Ik had laatst een Pimas nooit gedraaid. Beide partijen tot drie rondes hard geknokt, snel geknokt, alles explosief. Een achtmanstoernooi heb ik ook gedraaid, dus ja, aan mijn conditie zou het niet liggen. En heb je die gewonnen? Die achtmanstoernooi heb ik gewonnen. Die andere? Viermanstoernooi heb ik ook gewonnen. Okay, dus je gaat lekker? Ja, maar het gaat lekker. Er valt niks te klagen dus? Nee. Maar ja, kan altijd beter, maar het gaat goed. Oké, gelukkig. Want ja, wat ik hoor hier en daar van mensen dat je in de gaten wordt gehouden door Infusion. Dat er een kans zit dat je misschien getekend wordt. Ik zijn geruchten, maar ik weet niet. Nee, man, ik heb er zelf ook niet van gehoord. Maar ja, als je er hard voor gaat, alles op zijn tijd. Het is wel iets moois als je een contract krijgt. Dat je daar partij mag vechten. Het is wel het hoogste podium, één van de hoogste podium in Nederland. Dus ja. En waar komt je, zeg maar, je bijnaam vandaan? Ja, man, ik heb die gekregen van mijn broer, kan ik het wel zeggen, Armin. Hij motiveert mij altijd. Hij is ook al goed, heel erg goed op weg, Robin ook. Er zijn twee jongens die me echt motiveren. En ja, hij had die bijna van bedacht en ik was al gelijk verkocht. Het is een doel wat ik heb. Het is nog niet wat ik ben, maar ik geloof erin dat ik de beste ben. Want ik train er hard voor en ik ga er ook echt voor. Ik geloof erin en waarom willen ze zo weg? En sowieso, zoals ik het zei, ik train er hard voor. Ik doe er alles voor, dus het moet goed komen. Zeg, wat is jouw sterkste kant in de ring? De sterkste kans is dat ik altijd de confrontatie aanga. Hard naar voren, explosief naar voren. Ik mijt niks af. Ik ga gewoon naar voren, ik doe mijn ding. En weet je, ik laat gewoon zien waar ik voor train altijd. Elke ochtend train ik die zware trainingen. En dan die moment dat je dan mag opkomen, dat is een dikke ontlading, snap je? En ja, ik verheug me al van die jongen eigenlijk al om een van de hoogste podium mocht mee te draaien in het kickboxen. Ja, ik ben goed op weg, ik ben een jonge A-klasser, alles gaat nu nog goed.
Ik hoorde ook 10 keer per week, toch? Ik train nu 8 keer in de week, soms 9 keer verschilt. Ja. Ik train ook in de ochtenden, dus ik net heb meegemaakt. Na avond ga ik weer trainen rond een uur of 7. Ja, en normaal zou ik nu gaan slapen, uitrusten, eten, op mijn voeding letten om op gewicht te zijn. Dus... Maar nooit een dag of dat je denkt van laat het, fuck het allemaal, ik stop ermee. Nee, dat kan niet. Nee, dan komt het niet goed. Weet je, ik heb ook om de maand heb ik een partij, dus dan moet ik altijd alles doortrekken, alles strak trekken. Dus ik moet goed eten, goed slapen, ik moet goed uitgerust zijn, ik moet mijn focus goed leggen. En ja, weet je, ik doe het met liefde omdat ik het heel leuk vind. Dus je leest je gewoon echt voor? Ja, precies. Zo is het. Oké, goed. Op 7 zat ik begon ik met de sport. Maar niet echt serieus. Meer echt voor de lol. Ja, in de eerste klas. Ja, in de eerste klas vocht ik mijn eerste wedstrijd in de jeugdklas. Ja, en ik had heel lang geleden, toen ik nog een kind was, op mijn broertjes leeftijd, 8, 17 jaar, heb ik judo gedaan, karate. Voetbal heb ik ook al gedaan, maar ja, dat was niet echt mijn sport. Toen ik op kickbox zat, was ik echt helemaal gek op de sport. En nog steeds. Ik heb 1 broertje, die is ook nog jonger dan ik, is hij begonnen met het sport. Als hij vecht, dan zie ik heel vaak mezelf terug. Maar ja, dan nog beter iemand. Ik denk dat hij mij echt gaat overnemen. Bij elke training haal ik alles eruit om gewoon mee te kunnen draaien in de hoogste podium. In Nederland, wereld, weet je, ik ga er echt voor. Maar ik durf dat niet te zeggen, zeg maar zo, dat ik hoe het over 3 jaar later gaat aflopen. Ik focus me op, gewoon op de dag van vandaag en dat is gewoon alles geven in trainingen en in wedstrijden. En dat ik elke keer mijn prestatie beter. Mijn snelheid, mijn explosiviteit, mijn drang gewoon, dat ik echt naar voren wil vechten. Dus dat zijn echt mijn hoogtepunten, denk ik. Als ik vecht, dan is er altijd een spektakel. Daar train ik voor, elke dag. Daar sta ik op voor in de ochtend. Om de publiek eigenlijk gewoon een mooie show te kunnen geven. De mannen in de familie, mijn ooms, mijn opa ook, die vinden het allemaal tof. Maar mijn tantes, mijn oom en mijn moeder, die vinden het allemaal eng. Ze zeggen, oh, je moet stoppen, waar ben je mee bezig? Ze vinden helemaal niks. We gaan nu even bij mijn hoofdsponsor kijken, Smaragd Security. Ja, even kijken wat hij te vertellen heeft over mij en de reden waarom hij mij sponsort eigenlijk. Wat voor sponsor ben je voor hem? Ja, ik hoop dat ik gewoon een goede sponsor voor hem ben. We zijn vorig jaar september begonnen. Toen was hij redelijk opkoming. De B-partijen deed hij echt heel goed. En uiteindelijk iemand die verder wil komen en verder wil met deze sport, die moet gewoon gesteund worden. Toen gezegd, dat willen we graag doen. Goed ook met zijn vader gesproken, die kende ik nog van vroeger, zelf ook bij getraind. En als je kijkt hoeveel die man tijd en energie steekt in zijn vechten, en ook in deze vechten natuurlijk, zijn eigen zoon. Ja, dat is gewoon zo leuk om te zien. Bij ons in het bedrijf zijn natuurlijk allemaal sportieve jongens, zijn veel met sport bezig, ook met kickboksen bezig, we zijn allemaal een beetje fan. Dus het past ook gewoon mooi en de timing was gewoon mooi. We hebben echt besloten om dit te gaan doen en ook voor langere tijd om Robin gewoon te helpen op weg naar de top. En gewoon verder te komen. Nou, en als je kijkt waar hij nu staat, we zijn een goed jaar verder. We hebben goede partijen laten zien, goede leermomenten. Ja, we staan echt zeker achter deze keus. En hoe lang? Sponsoren? Ja, het hangt er een beetje vanaf. Je weet ook niet waar hij heen wil. Als er straks een hele grote partij komt die wil contracten, dan wordt de wereld misschien anders. Maar tot die tijd blijven we zeker bij Robin. Dat vertrouwen heeft hij gewoon van ons gekregen. We hebben net ook al een beetje gepraat en zo. Je laatste partij vocht je ook op Infusion. Klopt. Tegen wie vocht je daar? Vocht daar tegen Khalid Abakouri, de twin brother. Ja, en je deed heel erg goed. Het ging heel erg goed, ja. En helaas eindigde. Ik kwam net een knie tussendoor, maar het kan gebeuren. Zou je denken?
als het nog een keer zou gebeuren, zo'n partij? Het gaat nog een keer gebeuren, zou ik zeggen. We hebben een rematch gepland. Het zou in juni was het, of in mei, hebben we een rematch staan. En daar zou ik alles gaan geven om de winst binnen te halen natuurlijk. En dan denk je dat het anders wordt? Het wordt anders. Zeker weten. Dan gaat hij... Ik zeg niks. Ja, we vechten gewoon en we zien wat eruit komt. Oké. Ja. En dus je bent de zoon van Nebbe. Ja. Is het druk voor jou ook anders dan qua vechten? Ik heb wel hele enorme druk gehad toen ik nog nooit had verloren eigenlijk. Ik had 13 winst op een rij in de B-klasse. Dus B-klasse was ik ook onverslagen. Toen had ik een enorme druk op mij staan, elke partij weer. En verliezen stond niet bij mij in mijn woordenboek, maar... Ik heb nu een keer verloren en dat was wel even goed. Even goed, even teruggezet en even weer gas geven. Dat was wel even weer nodig. En hoe ga je ermee om met zo'n verliespartij? Ik ga er nu heel goed mee om. Ja, ik ga er nog harder voor trainen. Ja, want ik wil die jongen natuurlijk terugpakken. Dus we gaan ons best doen en keihard trainen om de volgende keer wel de winst binnen te halen. Okay. Je hebt ook veel titels op je naam. Ja. Zoals welke titels? Ik ben in de B-klasse Nederlands-Europees kampioen. Ja, wereld is er net niet aan toegekomen. Tegen? Maar, tegen wie? Mijn Nederlandse kampioenschap was tegen Ferran Sinker. En mijn Europese kampioenschap was tegen Areski Chayem uit Frankrijk. En mijn wereldkampioenschap was tegen Don van Wis. Ja. Okay. En die zijn allemaal gevochten in? Allemaal gevochten in Nederland. Ze kwamen allemaal naar Nederland. Oké. Ja. Okay, duidelijk. Je heet de King of the Ring. Yes. En je hebt een hele erge gekke voetwerk. Ja. Ja, hoe komt dat, man? Ik ben vanaf 5 jaar tot mijn 13e heb ik taekwondo gedaan. Ja, mijn vader zette hem op taekwondo en ik ben er eigenlijk altijd mee opgegroeid, 5 tot 13 jaar. Vanaf 13 jaar begon ik toch te twijfelen, wil ik hiermee door, want kickboksen ging ik proberen. En dat zat me toch iets meer, even wat combinatie in vuisten en benen. En ik had een voorsprong op anderen, want het beenwerk van anderen dat hadden ze niet. Hetzelfde zoals ik het had. Dus ik had daar een enorme voorsprong mee. Dus dat lag mij wel. Ja. Vanaf mijn 13e tot mijn 20e doe ik nu kickboksen eigenlijk, 7 jaar. Oké, ja, want je staat bekend om die draaitrap, zoals ja. Ik al zei, weet je, dat is... En mensen weten het van jou, ja. Maar toch elke keer gooi je hem makkelijk en het is altijd bijna raak. Ja, dus ik natuurlijk doe ik hem ook nog niet 100% goed. Ik mis hem ook wel eens, maar het is allemaal timing en ik probeer hem zo goed mogelijk aan te leren. We oefenen hem ook vaak op een sportschool. Ja, mijn vader probeert ons ook allemaal allround te maken, zodat we alles bezitten. Alles 100% is, de trappen, de stoten. Dus dat wordt allemaal doorgenomen op sportschool en we worden gewoon keihard voorbereid. En je ziet de resultaten ook aan de ring, altijd winst. Ja, ik had ook al tegen je vader gezegd van, het is wel, het staat gewoon bekend omdat er vele, ja, dat Nebbe gewoon wel veel echt vechters maakt. Ja. En ook elke keer vaak met goede winst eruit komt. Zeker weten. En net zoals Arme, net zoals jou, net zoals Amir. Hoe komt het dat jullie zo gedreven zijn? Hoe zijn we zo gedreven? We pushen elkaar eigenlijk. Ja, we willen elkaar helpen om verder te komen. Ja, en lukt het even niet, ja, dan moet je even doorbijten. En dat zeggen we ook tegen elkaar. Lukt het even niet, dan moet je even doorbijten. Ja, en dan wordt het in de ring wordt het makkelijker. Geef je op de sportschool alles, wordt het in de ring veel makkelijker. En dat zie je ook wel. Ja, we trainen keihard en we winnen de partij ook. En we vechten ook tegen goede jongens. Dus, En je steunt ook altijd bij elke partij aanwezig? Elke partij weer. Taylor about the fucking flex. Ik zat wel eraan te denken om mijn vaders dojo later over te nemen. Maar ik wil eerst het maximale uit mezelf halen en zo hoog mogelijk in het kickboksen proberen te halen. Ja. Verdere toekomstplannen. Ja, ik hoop in het kickboksen dan eigenlijk binnen 2 jaar hoop ik wel bij grote organisaties te zitten. Ja, ik heb geen haast, ik ben nog maar 20 jaar, dus en tegen grote namen eigenlijk te gaan vechten. Ja, iedereen uitschakelen die in mijn weg komt en de beste van de wereld worden. Ja. Er is redelijk van te leven, ja. Ik heb sponsoren, ik heb geld dat ik gage krijg voor mijn wedstrijden.
Ik geef les op de sportschool. Ja, dat doe ik voor mijn werk. En er komen scholen, Friesepoort en Leurger, allemaal random scholen komen eigenlijk naar mij toe. Op de sportschool en dan geef ik daar les aan. Daar heb ik een opleiding voor gedaan. Heb ik vorig jaar in de zomervakantie heb ik mijn kickboxdiploma op school gehaald en mijn trainersdiploma. Dus dat komt heel goed van pas samen met mijn kickboxcarrière. Want ik geef nu alles in het kickboxen. Ik ga nu 2 keer per dag proberen te trainen. En dan kijken hoe ver we komen. Ik denk als mijn vader mijn coach niet was, dat ik... ja, je weet niet waar je dan belandt. Het ligt maar net aan waarmee je opgroeit. Je weet niet... Als het aan mij lag, was ik wel met het kickboksen begonnen dan, maar ik zou nooit weten hoe ver ik was gekomen. Ik denk dat ik andere doelen voor ogen had als ik als mijn vader niet mijn coach was. Want ik hoop natuurlijk samen met hem de top te gaan bereiken op een gegeven moment. En met natuurlijk mijn trainingspartners Armin en Amir. Misschien dat er later nog iemand bij komt, maar dat weet je nooit. Ja, met Amir en Armin is tot nu toe... staat het ons doel om de top samen te bereiken en lekker knallen elke partij. Ja, dus daar hebben we zin in. We zijn nu beland bij Armin's hoofdsponsor, die staat daarachter te wachten. Dus daar gaan we nu even bij kijken. Even kijken wat hij te vertellen heeft over Armin. En dan gaan we straks door. Goed. We zijn nu hier bij mijn hoofdsponsor binnen. Hij sponsort me al een geruime tijd en we gaan even bij hem kijken. En hij gaat jullie vertellen waarom hij mij sponsort, waarom hij dat belangrijk vindt. Kom maar mee. Yes. Arme, vertel eens man, wie is deze sponsor? Dit is... Pieter sponsort me al geruime tijd. Hij vindt het belangrijk dat atleten die steun nodig hebben, die steun krijgen. Daarnaast traint hij ook bij ons op de sportschool. Wat is de reden waarom je Armin sponsort? Ja, je bent de beste sponsor, hè? Dan willen we zijn met het bedrijf. Ja, dan had ik ook Robin en Amir kunnen sponsoren. Maar ja, we hadden wel een klik. Dus ik vind hem gewoon mooi en hij is goed. Dus een aardige vent en die gaat ervoor. Dus winnen met de winnaars, hè? Dat zeggen ze wel. En je denkt met deze winnaar ga je winnen? Ja, dat hopen we wel. Oké, want je kijkt ook zijn partijen of zo? Ja, kijk, ik heb er 1 keer echt gezien Martini Plaza. Dus, en ik zie ze wel eens trainen, ze trainen na mij. Dus ik moet nog heel veel trainen om deze man hè? Aan te poten. Ja, nee, dat lukt nooit meer hoor. Oké. En Arme, je bijnaam is de Wolverine. Leg maar uit, voor wat is de bijnaam de Wolverine? Wolverine, dat is omdat ik agressief ben. Die heb ik ooit gekregen. Een agressieve vechter in de ring. En als ik de ring instap, dan wil ik mijn tegenstanders allemaal neerhalen. Gelijk. Want ja, het is gewoon zo dat mensen weten als je de ring instapt, dan of de tegenstander gaat neer, of jij. En meestal vaak is het de tegenstander. Klopt. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, ik heb een linker vuist in huis die niet veel kunnen hebben. Slaat ze allemaal naar de canvas. Dat is de reden dat ik 9 van de 10 keer blijf staan en zij niet. En voetenwerk, dat doe je niet zoveel? Nee, ik heb het ook met mijn sponsor over gehad, Pieter. Ik ben meer een bokser, dus mijn vuisten zijn mijn sterkste kant. Oké, en je bent een fusion vocht een keer. Klopt. Ik weet niet welke, wat voor naam het was, maar je ging met 1 filmpje, een KO, ging je viral. Ja, klopt. Dat was mijn debuut in de A-klasse. Ik sloeg mijn tegenstander in de eerste ronde gelijk weg. En hij heeft daar wel even gelegen, dus het filmpje ging ook helemaal rond. En is ook in Armenië op tv geweest. Wat betekent Armenië voor je? Ik woon al geruime tijd in Nederland. Zowel de Armeense roots als mijn Nederlandse achtergrond betekenen veel voor me. Dus dat straal ik ook graag uit.
Maar mijn echte roots liggen natuurlijk in Armenië en daar ben ik trots op. En dat breng ik graag naar buiten, maar ik ben ook trots op mijn Nederlandse kant. Want elke partij komen er veel kijken. En ook speciaal ook veel voor jou. Ja. Met vlaggen en alles. Ja. Als je ooit de kans krijgt om te vechten in Armenië, ja, tegen Armenië, zou je aanpakken? Ik heb altijd gezegd, ik zou niet tegen een Armenië uitkomen. En daar hou ik het ook bij. Maar als het in Armenië is en iedereen is de Armenië, dan zouden we daar eventueel wat voor kunnen bedenken. Wat is de reden waarom je het niet zou doen? Ik denk dat het voornamelijk uit trots komt. Een trots die ik niet graag opzij zet. En bij in Drachten, dan sponsor jij ook? Ja, het toernooi in Drachten, 16 december. En hoe denken we het gaat het verlopen, die partij? Hij gaat winnen. Maar hoe? Ja, ik wil ook die linker zien. Want die iemand, dat wil ik zelf een keer live zien. Heb je nog nooit gezien? Ja, op YouTube. Maar ik wil wel nu een keer het echt zien. En Rob is de trap van achteren. Hè, die wil ik ook zien. En wat wil je van Amir zien? Ja, die is een complete, hè. Ze zijn alle drie goed. Ik wil dat ze alle drie winnen. Oké. Okay. Daarom sponsor ik ook. En Nebbe is een toptrainer. Een top sportschool. Dus dat is ook de voornaamste reden. Nebbe is gewoon top. Daarom ik het sponsor. Mijn dochter kickbox en mijn vrouw en ikzelf. Dus ze hebben mij... ik heb het virus. Veel staan achter jullie in de Drachten. Qua sportschool. Qua vechters. Ik denk dat we hier lokaal in Drachten bekend staan als sociale jongens. En dan gunnen mensen je gewoon meer. En dan staan ze achter je bij je in de kruid. Bij mij, 7 jaar geleden... ben ik meegevraagd door een vriend naar de sportschool. En sindsdien ben ik er niet meer weg te krijgen eigenlijk. Na 1 training was ik verkocht. En ik ben hier begonnen en ik zit hier nog voorlopig goed. Dus never change a winning team. Afgelopen november heb ik mijn debuut gemaakt in de A-klasse. Zoals ik net al verteld heb, heb ik die partij winnend weten af te sluiten. Punt 2 verloren. En ook niet overtuigend verloren, ben ik van mening. Dus ik ben van plan om ze recht te gaan zetten in de toekomst. ERI match hebben we 16 december al aanstaande. En de volgende hoop ik begin volgend jaar weer recht te kunnen trekken. De toekomst zeggen dat die mooi is voor mij, zeggen de meesten. Maar ik hou ervan om alles op zijn tijd te doen. Dus niet gehaast, geen haast. Niet vooruitlopen op dingen, alles op zijn tijd. Ik hoop ooit nog wat met boksen te gaan doen. En op die manier verder te pakken. Alles op zijn tijd, dat is sowieso waar ik voor sta. Je moet nooit vooruitlopen. Ik ben een bokser, de meesten kennen mij. 10 van de 10 KO's van mij, dat is door mijn linker vuist of door een andere vuist. Maar ik heb nooit iemand met mijn benen knock-out geslagen. En voorlopig zal dat ook zo blijven, denk ik. En daarom van daaruit misschien het boksen aanpakken. Mijn broer en broertje, dat zijn de nummer 1 supporters van mij. Staan me altijd bij, zijn er elke wedstrijd bij. Mijn moeder die ziet mij liever niet in de ring. Als ik gewonnen heb, dan kijkt ze het wel graag terug. Maar ze staat volledig achter mij. Ze vindt dat ik moet doen waar ik denk dat mijn kansen liggen, waar mijn talenten liggen. Momenteel ben ik aan het werk. Werk ik 2 dagen in de week bij profiling. Daarnaast heb ik afgelopen juni heb ik mijn opleiding afgerond. Een MBO niveau 4 opleiding tot boekhouder heb ik afgerond. En ik zie mijn toekomst daar niet in liggen, dus voorlopig hou ik het bij 2 dagen werken en volledig gestort op het sporten. Maar ik hoop in de toekomst iets voor mezelf sowieso te gaan doen. Dus ik ben niet iemand die graag bij een baas werkt. Ik kan het goed vinden met mijn trainer. We zijn echt een winning team met Amir en Robin, mijn vaste trainingspartners. Kan ik het ook goed vinden. Het zijn net mijn broers en Nebbe is net een vader voor me.
Vaak worden we wel als groep aangekeken, inderdaad, de drie musketiers. Het vinden mensen leuk. Mensen komen ook altijd om ons drie te supporten. Dus het is niet dat ik alleen... er zijn heus wel mensen die speciaal voor mij komen, maar de meeste die gaan ook los als Amir of Robin aan het winnen is. Of wat die juichen ze ook toe. Vandaag hebben we ook weer trainingsmas gekregen van onze sponsor, Versport Online. Ja, om ze weer optimaal voor te bereiden voor de aankomende wedstrijden. We gaan ervoor. Hoes! Hoes! Versport Online is een van de grootste webshops van Nederland. En we hebben ook een heel goed draaiende winkel, zoals jullie hebben gezien. En ja, we versturen dagelijks honderden pakketten. Door heel Europa eigenlijk. Dat is Vechtsport Online eigenlijk. En waarom sponsor je Arme, Robin, Amir? Iedereen kent ze zeg maar in het noorden. En het zijn jongens die regelmatig vechten. Elke gala in het noorden die heeft ze bijna op de matchmaking staan. Dat is omdat ze gewoon hele spectaculaire partijen leveren. Zowel Amir, Robin als Armen. Dus alle drie zijn het gewoon grote talenten. Amir is er onlangs bijgekomen. Ongeveer, ik denk zo'n jaartje terug, zijn we Amir ook gaan sponsoren. En ja, Amir is eigenlijk, ik vind in Nederland dat hij wel een van de grootste aanstormende talenten is. Omdat ja, bijna al zijn partijen die ik van hem heb gezien, heeft hij voortijdig beëindigd. En ja, gewoon heel, ziet er goed uit, goede jongen, aardig, allemaal zijn ze humble. En daar houden wij van, dus dat zijn redenen waarom ze in ons team zitten, ja. En welke vechtsportje sponsor je nog meer? Wij hebben in ons team ongeveer 25 vechters. En Marcelino Kemna, jouw broertje, die waarschijnlijk binnenkort een Warriors TV docu gaat krijgen. Daar wachten wij op. We hebben Aziz Kalla, die in de vorige sessie zat. Serginio Canters, Mike's gym. Ook heeft ook een Warriors TV docu. We hebben nog meer in het team. Michael Duut, vechter van Glory. Hij staat ergens december weer tegen Ilunga. Sharon Mannaert, Rachel Adames, Amsterdam. Sharon Mannaert is de dochter van André Mannaert, legende. Ja, dat is een greep uit onze vechters. En zeg maar, bij welke galas staan je altijd te sponsoren? Bij welke galas? Wij staan voornamelijk op Infusion galas. Voorheen hebben we Sportmani events. Amsterdam hebben we gedaan. WFL hebben we ook gesponsord. WFL gala van Melvin Manhoef. Showtime hebben we zelfs een keer gestaan. Dat doen wij puur om... ja, iedereen kent ons bijna al, alleen ja, je moet gewoon een beetje, je moet gewoon weer gezien worden om even die mensen een geheugensteuntje te geven. Dus dat zijn de galas in de buurt en ja, zo. En dan heb ik nog één vraag natuurlijk. Waarom sponsor je Warriors TV? Waarom sponsor je Warriors TV, ja. Warriors TV sponsoren wij omdat wij, het zag er gewoon goed uit. Jouw plan was gewoon strak en mooi. En wij zagen dat iets leuks kon worden. En je hebt een paar leuke vechters nu gehad in jouw documentaires. We gunnen elkaar. We komen allemaal uit Groningen. Jij helpt ons, wij helpen jou. En zo, ja, dat is eigenlijk waarom. Ja. Yes. Amir, wie zou ze KO willen slaan in de ring? Iedereen. Maakt niet uit wie. Als het tegenover me staat. Arme. Nooit even Roosman. Waarom? Hij heeft afgelopen juni van mij gewonnen. Hij gaat de Infusion titel pakken.
en ik ga hem terugpakken. Amir, wie zou ze KO willen slaan in de ring? Iedereen die in mij de weg staat. Robin? Iedereen die mijn, in mijn weg staat. Amir, nooit meer trappen of nooit meer klappen? Nooit meer trappen. Nooit meer trappen. Tegen wie zou je Robinson zien willen vechten in de ring? Amir? Ook bestaat. Waarom? Zijn, ik denk dat Robin wel gaat. Robin, tegen wie zou je wel eens Amir willen zien vechten in de ring? Tegen Nabil Tyson, omdat ze beide keihard zijn. Armen, wie zou jij zien willen vechten tegen Robin? Boubacar El Bakouri. En Robin, wie zou jij wel zien willen vechten in de ring tegen Armen? Serginho Kantis, man. En waarom? Dat wordt echt de toppartij. Echt een keiharde partij. De beste vechter en geen geld? Of de slechte vechter en rijk? Amir. De beste vechter. Armen. MLB. MLB. Robin. Best vechten zonder. Oes. Ja. Ja. Iedereen even een shirt geven. Dat zal het erbij hoort. Deze is voor jou, Robin. Liefst. Amir. Voor jou een shirt. En Armen voor tof, jou ook, hè? Tof, tof. Ik hoop jullie blij mee zijn. Ik heb ook wat voor jou. Nee. Ja, mijn broer, thanks. De eerste Wolverine shirtje die uit wordt gegeven. Dank u wel. Hij is hierbij voor hem. Nee. Thanks, dank man. Thanks, bro. Je ziet het, mensen. Mooi shirtje. Oes. We hebben een leuke challenge voor jullie. De vraag is: wie weet wanneer onze debuutdatum wordt? Wanneer hebben wij onze eerste A-klasse partij gevochten? Van ons alle drie. Zet in de comments en de winnaar krijgt deze mooie Vechtsport Online boxzak. Yes, het was de weer kijkers, kijkerinnen. Ik wil iedereen bedanken. Robin, Armen, Amir, Sirik Sportschool. Helaas, de kick challenge van Assis Kalau is niet geraden. Maar wie dichterbij zat, was Mohsin JWS. Gefeliciteerd met je kickboxzetje van Vechtsport Online en zetje van Assis Kalau. Ik zou zeggen, ik zie jullie de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering van Boris TV. Tot dan. Start. Ik ben Robin Ćirić, volg mijn Facebookpagina, ja, daar komt al het nieuws, aankomende partijen, al het nieuws dat over mij voorkomt, ja, dat komt allemaal op mijn Facebookpagina, dus volg hem. Robin Ćirić. Ik ben Armen Hovhannisyan, de Wolverine. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en alles over mij, kijk op mijn website www.armenhovhannisyan.nl en volg me op Facebook en Instagram, Armen Hayan. Ik ben Amir Abdulat. Volg me allemaal op Snapchat, Instagram, Facebook om mij optimaal te volgen in mijn voorbereiding voor mijn wedstrijd. Doei.